Ter gelegenheid van de 49e viering van de stadkundige onafhankelijkheid van Suriname heeft president Chandrika Persat Santokhi op 22 november ereonderscheidingen uitgereikt aan personen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor het land. De gedecoreerden hebben belangrijke bijdragen geleverd op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Ook werden personen die Suriname internationaal op de kaart hebben gezet, erkend voor hun inzet. In zijn toespraak benadrukte de president dat de verdiensten van deze individuen zeer gewaardeerd worden door de Republiek Suriname. Premier Gilmar Pisas van Curaçao is op bezoek in Suriname ter gelegenheid van 49 jaar onafhankelijkheid, waarmee de bilaterale samenwerking wordt versterkt. Tijdens deze gesprekken met president Santokhi en minister Ramdin werd het potentieel besproken voor handel in Surinaamse producten, zoals voedsel en hout, om Curaçao's toerismesector te ondersteunen. Beide landen willen samen economische groei, energieoplossingen en toerisme bevorderen. Pisas benadrukte de gedeelde geschiedenis als basis voor toekomstige samenwerking. Naast de officiële ceremonie bezoekt de premier ook het binnenland en een zakelijke bijeenkomst. Impact Suriname werd samen met Edusign Caribbean om via het EVC-systeem arbeidskrachten in Suriname en Curaçao te certificeren. In Suriname ligt de focus op de horeca gekoppeld aan de olie- en gassector, terwijl Curaçao zich richt op de zorg. Certificaten worden erkend in Nederland en Europa. De eerste trajecten starten in januari 2025.